Vrachtwagenchauffeur Arnold Heren uit Roosendaal is weer thuis na een spannend avontuur in Italië. In het stadje Grezzago kwam hij terecht in een tornado. Het was een enorme ravage, maar tussen al het puin stond één vrachtwagen 4 overeind. Juist, die van Arnold. En zojuist kwam hij weer thuis. Zoals na iedere rit kwam Arnold Heren terug op de zaak. Maar dit keer was het toch een andere thuiskomst dan anders. Goeiedag. Ja. U zult blij zijn dat u thuis bent, of niet? Ik ben heel blij dat ik weer thuis ben. Ja. Dat mag ik rustig zeggen, ja. Ik ben heel blij dat ik weer thuis ben. Ik ben niet vaak zo blij geweest. Nee, hier, dat is maar heel zelden. Het besef dat hij door het oog van de naald is gekropen, dringt zich steeds meer op. Het was echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. De duistere atmosfeer, hè? De hel barstte los toen Arnold net in Grezzago was aangekomen om er te laden. Dus ik heb in mijn ogen het verstaanste onder een bureau te duiken en zo klein mogelijk maken naar beneden kijken dat er geen glasscherven in je gezicht komen. Ja, en dan maar hopen op ons lieve neer dat het snel afgelopen is. Nou ja, en ik denk dat alles bij elkaar een minuut of 5 geduurd heeft. Genoeg om een enorme ravage aan te richten. Ja. Als je ziet dat de vrachtwagens opgetild worden en gewoon 10 of 15 meter verderop tegen de grond aangekwakt worden, dan word je heel klein. Dan word je echt heel klein. Ja. Wonder boven wonder bleef de vrachtwagen van Arnold hier rechts als enige overeind staan. Alleen de aanhanger kantelde en liep wat schrammen op. Ja, dan besef je pas hoe gelukkig je bent dat je nog leeft. Ja. Ja, zo. Kijk, het is een heel raar iets, maar mijn dochter trouwde over 3 weken. En ik heb toch wel de angst gehad dat ik er niet bij zou zijn. Ja. Bij thuiskomst staat directeur Lorenzo Bas een chauffeur op te wachten met een klein cadeautje. Een nieuwe truc. Hij is echt door het oog van de naald gekropen. Dus ik ben blij dat hij er weer is.